Cindy, zo net heb jij hier de expositie geopend, Fred Arts. Maar ben je ongelooflijk trots op deze mannen? Op deze mannen, ja. Ja, absoluut. Ja. Als ik zie hoe die gegroeid zijn in de afgelopen jaren en wat voor eenheid ze zelf gecreëerd hebben in hun werk, dat is ongelooflijk. Ook het werk van Fred, ik vind het prachtig. Het is zo'n eigen stijl. Piet heeft weer dat hele realistische en mijn vader, ja, die heeft gewoon surrealistische dingen die ik dan ook weer fantastisch vind. Dus ja, ik vind het heel erg gaaf, absoluut. Fred Arts, wanneer is dat ontstaan? Dat is plus minus 20 jaar geleden ontstaan, samen met een vriend, Cor. Op een keukentafel zijn we de schilderijen begonnen neer te leggen en zo zijn we aangevangen. En we zijn later naar mijn atelier gegaan boven. En daar is toen Piet bijgekomen uit Hogeveen. Was al een hele oude vriend van mij. En zo zijn we met z'n drieën verder gegaan. En zie hier het resultaat. En zie hier het resultaat. Ja, nou, we doen het met plezier en genoegen. En ik hoop dat deze expositie aanslaat. Als ik hier als bezoeker kom, wat kan ik dan verwachten? Nou, een diversiteit van schilderijen. En van zeer abstract naar heel figuratief en kleurig. En je moet het ondergaan. Pieter, van harte gefeliciteerd met de opening van de expositie. Maar ja, wanneer kunnen de bezoekers hier naartoe? Op welke dagen is de expositie geopend? Dankjewel. En ja, we hopen dat de mensen een leuke expositie hebben. Ze kunnen komen kijken hier op de dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag, zaterdagmiddag en de zondagmiddag.